Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Wendy, heb je nou alweer dit trui aan? Ja, deze zit echt zo lekker. Echt, hij was in de aanbieding en ik snap niet waarom. Hij zit echt lekker. Als jogging shirt, zeg maar. Jordi is al met Niels naar het Radboud toe. Voor buisjes vandaag. En Liam was al om 5 uur wakker. Sam die is net pas wakker. En we gaan zien hoe het loopt. Want Liam moet naar schooltje toe. Maar ik kijk nu eventjes hoe en wat. Want hij is namelijk niet in de beste humeur. Dus ik ben even aan het kijken nog hoe en wat. Hij is nu aan het eten. Dus misschien dat dat werkt voor hem. Maar ik weet het niet. Als we Liam naar school brengen, moeten we ook nog naar de winkel. We moeten sowieso, maar dan gaan Sam en ik naar de winkel. En afwachten wanneer Jordi klaar is. Want het is toch altijd wel een dingetje, vind ik, hoor. Ik vind het toch, Hij gaat weer onder narcose. Hij snapt niet waarom. Hoe reageert hij erop? Ja, dat. Je raadt het nooit. Jordi is weer thuis. Yay! Hij heeft buisjes. Oh, trouwens, Liam is ook weer thuis. Ligt te slapen. Sam ligt boven te slapen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben buisjes gedaan in zijn oren. En zijn neusamandel was weer terug aangegroeid. Dus die hebben ze ook gelijk verwijderd. Yes. Dus dat. Hij is weer thuis. Hij zit wel onder het bloed in zijn gezicht. En hij hoort nu al beter. Dat kun je al zien. Ja, dat ben jij. We merken al dat hij al beter hoort. Want normaal was het oor op het scherm. En nou gaat hij er een stukje vanaf. Dus hij hoort beter. Dat is een indicatie voor Jordi altijd. Hij is heel blij. Hij lijkt nergens last van te hebben. Ik geef hem straks wel paracetamol eventjes hoor, voor de zekerheid. Maar het gaat goed. Hij is helemaal gelukkig. Helemaal blij. Dus ja, prima. Heeft natuurlijk nog geen indicatie van hoe het over een paar uur is hoor. Maar tot nu toe, ja. Ja. Nagel is er trouwens af. Die is hier ook af. Deze gaat er ook bijna af. Dus leuk. Opruimen en klussen. Nou, goedemorgen. Jee, de ochtend is super begonnen. Nou ja, de ochtend is oké begonnen. Jordi had pijn. En ja, dat is normaal. Want ja, hè. Dus hij heeft uiteindelijk paracetamol gekregen. Alles wat hij nodig had. We hebben hem verzorgd. Uiteindelijk heb ik Liam naar school gebracht. Sam kon gelukkig even bij de overbuurvrouw blijven. Want achteraf gezien was dat ook gewoon goed dat dat was gebeurd. Want ze was toch vrij. Dus ja, dat was gewoon even fijn. Het zit namelijk zo. Waar ik heen moest voor schoenen. Ik noem ook verder geen bedrijf of dit of dat. Want het bedrijf kan er denk ik verder niks aan doen of zo. Maar het staat zo slecht aangegeven waar dat het was. Ik kon het gewoon niet vinden. En op een gegeven moment raakte ik zelfs in paniek. Ik raak vrijwel nooit in paniek. Alleen, ik kon het gewoon niet vinden. Ik had het al aan iemand gevraagd. En die zei, ja, weet ik niet. En moet je maar kijken. En toch bij mij, oh, echt. Toen kwam ik ook nog, zeg maar, klem te zitten met de auto. Ik heb niks geraakt of wat dan ook. Dat heb ik allemaal niet. Maar het was wel, zeg maar, dat ik zoiets had van, ben nou klaar hiermee. En ik heb ook tegen Niels gezegd, ik ga nu naar huis. Ik ben klaar hiermee. Ik ga niet meer. Ze zoeken het maar uit, weet je wel, zo. Want ik was ruim op tijd. Ik was uiteindelijk gewoon te laat. Omdat ik het niet kon vinden. Nou is het niet zo dat ze daar een probleem van maakten daar bij het bedrijf. Maar ja, Niels had al gebeld. Uiteindelijk, ik zeg tegen Niels, ik kan niet meer. Ik kan gewoon echt niet meer. Soms zit je gewoon even op een punt dat je geestelijk gewoon op bent.
En zoals met gisteren. Zoiets trekt gewoon in mijn hoofd, trekt gewoon een hele wissel. En dat is niet erg, dat mag ook gewoon. En dat is prima, daar is niks mis mee. Alleen, ik kan daar op dat moment, als ik dan ergens heen moet waar ik nog nooit ben geweest, kan ik er gewoon even niet mee dealen als ik het niet kan vinden. Het is ook echt heel slecht te vinden, dat is ook gewoon zo. Maar ja, hè, dat. Dus ja, ik raakte gewoon in paniek. Niels is me uiteindelijk komen redden. Het was dichtbij waar die werkte, dus die is gekomen en die heeft mij geholpen. En ik heb uiteindelijk alsnog de afspraak voor Jordi kunnen doen. Hij krijgt All-Star-achtige, op maat gemaakte schoenen met klittenband. Jee. Want ik zei ook van ja, ik denk dat strikken voor hem gewoon een dingetje is. Want dan moet hij stil blijven zitten en dat doet hij gewoon niet. Dus ja, 16 februari kan ik zijn nieuwe schoenen op gaan halen. Yay! Maar toch heeft het voor mij voor wat paniek gezorgd. Ik heb dat daar ook gezegd hoor. Ik zeg, ik kon het gewoon niet vinden. Niels die is met me mee naar binnen gelopen. Ik zeg, ik raakte gewoon in paniek. Want het is gewoon zo slecht aangegeven waar dat het precies is. En het staat zeg maar op twee borden bij twee soorten ingangen. En ja, nou weet ik waar het is. Nou kan ik er zo heen rijden. Dat is geen enkel probleem. Maar... ik kan daar gewoon niet mee omgaan. Ik ben daar gewoon zo slecht in. Maar goed, hè? Het is zoals het is. Normaal heb ik ook gewoon de rust ervoor. Ik was ruim op tijd. Toen was ik te laat. Ik kan gewoon niet tegen te laat komen. Dan word ik helemaal panisch van. Dat is een soort controle dingetje wat in mijn hoofd zit. Ik kan gewoon niks. Ik kan daar niks aan doen. Dat zit er altijd al wel in. Bij mij. Maar het is zoals het is. Dan ga ik nu heel eventjes Jordi verzorgen, want hij moet schoon luier hebben. Sam ga ik even verzorgen, moet ook een schone luier hebben. En dan ga ik even fruit geven, want ja, ook dat gaat gewoon door. Maar toch, hè? Dat had ik echt eventjes niet voorzien dat dat ging gebeuren. Maar ja, ik ga dat allemaal even doen en dan moet ik om 12 uur William ophalen. En dan blijven we ook gewoon thuis voor de rest van de dag. We gaan nergens heen. Dus ja, dat. Kindjes liggen in bed. Niels die is vanavond even footie. Die is gewoon eventjes klussen met iemand. Ik moet hier de boel nog gaan doen. Ga ik ook doen hoor, daar niet van. Maar ik ben even... gewoon de hele dag een beetje. En kijk, tot Jordi die buisjes nodig heeft enzovoort. Is helemaal prima, hè. Maar door die operaties krijgt hij altijd zoveel lucht binnen. En daar heeft hij nu last van. Dus ik heb eigenlijk al de hele dag een kind dat buikpijn heeft. Niet zo fijn. Maar ze liggen allemaal op bed. En we gaan zien hoe het loopt. En als iets niet lukt, dan lukt het niet. Ik vind het prima. Ik ga dadelijk even opruimen hier. En ik moet nog flesjes afwassen. En dan zien we wel weer verder. Meer kunnen we niet doen. Een hele goede morgen. Het is lekker weer wild vandaag. Gisteravond ben ik met Jordi nog de hele avond bezig geweest. Ik heb hem uiteindelijk naar beneden gehaald en nog een keer paracetamol gegeven. Echt gewoon tegen 11:30 of zo. 11:15, zoiets. En hij had gewoon echt heel veel last. En hij heeft ook buikpijn. Dus het is allemaal een beetje in één. Zeg maar waar dat hij last van heeft. Vannacht heeft hij ook bijna niet geslapen. Niels is erbij geweest. Ik ben erbij geweest. Dus ja, we hebben het wel zeg maar weer voor ons kiezen gehad vannacht. En niet dat het erg is, hè. Oh, dat is niet erg. Maar dat doet ons wel besluiten. Hij slaapt nu nog. Om bijvoorbeeld Sam vandaag ook thuis te laten. Normaal ben ik echt niet van dat kaliber van... één kind is ziek, dus de rest kan ook niet naar school. Want normaal gaat dat bij mij gewoon allemaal in één stuk door. Dat is het echt niet. Maar op dit moment maak ik wel even deze keuze. Puur en alleen om rust te houden binnen het gezin. Want ik heb er niks aan. De kinderen hebben er niks aan. Als ik Jordi nou wakker maak en dat hij aankomende nacht weer heel de nacht wakker ligt en schreeuwt.
Of dat hij de hele dag klaagt over pijn enzovoort. Dan laat ik hem liever gewoon nu even in bed liggen en slapen. Dat dus. Ik maak gewoon even deze keuze. Allebei, of alle drie, de scholen waar de kinderen heen gaan, weet hier ook van dat ik deze keuze heb gemaakt. En ze geven me eigenlijk ook allemaal wel gelijk. Morgen laat ik even weten hoe dat het gaat in verband met Liam. Dat hij naar school gaat. En ja, we gaan het gewoon zien. Ik kan hier ook heel even niks anders van maken. Het enige wat ik hiervan kan maken is het feit dat ik nu heel eventjes ervoor kies om niet naar buiten te gaan met de oren van Jordi en de neus van Jordi. En dat we gewoon thuis blijven. En ik heb voor vandaag gewoon het eten in huis. Ik ga gewoon straks heel eventjes als Niels thuis is naar de winkel om melk te halen en dat soort dingen. Zodat ik dat weer in huis heb, mocht het vannacht, aankomende nacht weer zo zijn. Dat ik gewoon alles heb. Dus dat. We gaan gewoon kijken wat Schipstrand. Maar vandaag blijven we thuis. En ben ik er helemaal rouwig om? Nee. Maar als het gewoon een simpel griepje was geweest, dat ik tegen Jordi zei: kom op jongen, we gaan de kinderen, je gaat je broertje naar school brengen. En je kan daarna ook lekker rusten. Dat. We zijn nu een half uur verder. En Jordi is wakker. En ja. Hij heeft er weer last van, dus hij heeft nou paracetamol in zijn fles zitten. En we gaan het wel zien. Maar ik wil het sowieso in dusverre zo houden dat we het gewoon rustig en relaxed hebben vandaag. Want... Hoe moet ik dat uitleggen? Rust heelt? Zoiets? Zoiets moet je zien? Nou, dat is mijn gedachte dan. Jordi, die heb ik net even in bed gelegd, want hij is gewoon hartstikke moe en heeft heel veel last. Er komt ook weer prut uit zijn oren. Niet dat dat een ramp is, maar... zal ook niet het juf van net zijn. Sam heb ik in bed liggen. Liam is hier beneden puinzooi aan het maken. En die lag ook al even te slapen, maar had ook gepoept. Dus ik moest zijn poepluier doen. Dus ja. Ondertussen ben ik met de was bezig. Ben ik van alles aan het doen. Ik ben kei moe. Maar hè, prima. Het is zoals het is. En nou ga ik even kijken wat ik zelf ga eten. Want ik heb de kindjes lekker eten gegeven. Worstenbroodjes hebben ze gegeten. Dus ja, dat. Beetje moe. Maar dat komt alweer goed. Lief zijn voor Joefie, hè? Lief zijn, hè? Goed zo. Ja. Is het lief voor Joefie, hè? Nee. Niet aan de neus. Kusje geven zo. Mwah. Lief zijn voor Joefie, hè? Doe je Joefie knuffelen? Oh, Joefie een kusje geven. Ik heb net even het Radboud gebeld. Ze bellen me zo terug. Want zijn oor is aan het lopen en rood. En het is een beetje enigszins aan het... hoe moet ik dat uitleggen? Het is zeg maar een beetje aan het zo staan, zeg maar. Dus meestal wil dat zeggen dat het een ontsteking is. Dus ik ga hem even paracetamol geven, want hij heeft last. Laat hij goed merken. Ik ben nog even boodschappen gaan doen en de kindjes zijn naar bed gegaan. En daarna weer opgeruimd en gedaan. En nu zitten we op de bank en gaan we zo naar bed. Morgen weer een dag. Ik weet nog niet hoe die gaat lopen. Want ik weet nog niet hoe het met Jordi gaat. Maar dat is afwachten. Maar voordat we naar bed gaan, gaan we nog iets proeven. Ik was bij de Action en ik zag deze. En ik dacht, dit zal vast wel bolognese chips zijn. Wat is het? Weet ik niet. Dus we gaan dat nu proberen. Leuk.
Niet in die zin de bolognese chips van de Kroki die we kennen. Wil je ruiken? Er staat gusto italiano. Ja, het smaakt wel Italiaans-achtig. Pizza chips. Ja. 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 Maar lekker. Ken je niet? Het is niet mijn smaak. Niet jouw smaak? Maar ik vind hem niet vies. Nou, wij gaan er even verder prutsen. Wat gaan we doen? Prutsen. We hebben al geprutst. Oh. Het is hier al schoon. Dan gaan we verder en dan gaan we dadelijk naar bed. Ja. Moet ik zeggen? Nee. Ik zit hier aan te kijken. Smaakt het exact naar pizza? Nee, dan niet. Want er staat wel een pizza op afgebeeld en alles. Maar het smaakt wel Italiaans. Een hele goede morgen. Ik heb lekker koek de ochtend. Momenteel, ik heb nu 2 keer gedruppeld bij Jordi. En ik weet nog niet of er verbetering is. Ik kan er nog niks van zeggen. Moeten we gewoon afwachten en kijken. Liam blijft vandaag ook thuis. En dat is niet omdat ik dat zo graag wil. Of omdat... omdat ik daar een keuze in heb. Jordi mag gewoon momenteel even niet naar buiten. En daardoor heb ik gewoon even geen mogelijkheid om Liam weg te brengen. Dus dan blijft hij thuis. Ik heb het ook uitgelegd daar. Dus hun snappen het ook. Het is hetzelfde schooltje als Sam. Dus hun snappen het ook volledig. Maar Liam was lekker aan het spelen, hè? Ja. Ja. Oh, jij bent ook een beetje zielig, hè? Want je had oud gedaan, hè? Waar had je oud gedaan? Waar had je oud gedaan? Aan je? Aan je vinger. Ja. Oh, was dat die vinger? Die vinger. Had mama een kusje opgegeven, hè? Ja. Goed zo. Dus het wordt een soort van pyjama dagje. Pyjama dagjes zijn fijn, ja. Pyjama dagjes zijn gewoon fijn. Hm? Appel. Moet je een appel? Waar liggen de appels? Hey Liam, waar liggen je appels dan? Hij weet waar ze liggen. Dus als hij er echt een wil, moet hij hem aanwijzen van mij. Dat weet hij. Dus dat komt alweer goed. Jordi heeft gelukkig geen koorts. Dus we zijn op tijd bij zijn oorontsteking. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe eerder het medicijn werkt natuurlijk. Dus we doen ons best. We gaan gewoon kijken hoe de dag loopt. En het oor mag in ieder geval niet lopen. Dan pas mag je echt weer naar buiten. Dus we gaan het zien. Ik had fruit gemaakt voor de kindjes. Maar... Jordi wilde geen fruitjes. Dus wat heb ik gedaan? Dit is iets wat hij altijd eet. Altijd. Maakt niet uit, ziek zijn of wat dan ook. Als ik dit aan hem voorschotel, eet hij altijd. Dus hij heeft een potje gehad. Nu gaat hij een fles oranje krijgen. Zodat die vochtbalans goed blijft. En hij heeft in ieder geval zijn fruit binnen. Tenminste... Dit is natuurlijk niet echt fruit, maar hè. Ik moet iets bij hem naar binnen krijgen, dus dan liever dit. Oh, en ik heb straks een kopstoot van Liam gehad. Yep, gezellig. We hebben natuurlijk die chips geproefd gisteren. En ik heb het Liam laten proeven. Vind je het lekker? Vind je de chips lekker, Liam? Ja. Het is een klein ja-knikje wat hij geeft. En dit is yours, Chase.
First up for breakfast is this egg. Eggs are really good for you. Vind je het lekker? Liam, vind je het lekker? With some butter for taste. Volgens mij wel, hè? Hij vindt het lekker. Hij gaf net al zo'n knikje. Dus ja, geslaagd. Aan Liam of aan Sam en Jordi geef ik het niet. Sam die kan nog niet super, super goed kauwen op zulke chips. En voor Jordi is het gewoon niet verstandig momenteel. Want die moet daar brood eten, dus die gaat het sowieso niet eten. Maar Liam vindt het lekker. En ja, Liam die eet toch wel wanneer hij honger heeft. En als hij honger heeft, geeft hij het aan mama aan. En hij gaf aan dat hij iets wou, dus ik dacht, dan geef ik hem een paar chippies. Zoals ik al zei, ik geef eten wat hij eet. Tosti eet hij altijd. Liam en Sam hebben ook tosti. Sam zit hier lekker te eten. En Liam zit daar te eten. Dat was het probleem. Fijn dat het is opgelost. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Nou, ik heb Jordi naar bed gedaan. Sam ligt in bed. Liam ligt op de bank. Die wil niet in bed. 'S middags. Maar wel lekker op de bank liggen. Dus dat laat ik hem ook gewoon doen. Jordi ligt er echt net pas in. Maar die vond het wel even prettig om even in zijn bed te gaan. Dat gaf hij in ieder geval aan. Oh fuck, het is blauw aan het worden. Oeh. Hij heeft me echt wel hard geraakt, hoor. Maar, ja, dat dus. Ik ga even kijken wat ik ga eten. Ik heb genoeg wat ik kan eten, hoor. Dus dat maakt mij niet druk om. Maar ook ik ga even eten. Dan ga ik even opruimen. En hopelijk slaapt die etter dadelijk even. Dat ik even rust heb. Altijd als ik aan het eten ben. Ik had een stokbroodje met kruidboter gepakt. Ik denk gewoon lekker simpel. Altijd als ik aan het eten ben. En hij ziet dat ik aan het eten ben. Komt hij altijd even eten grappen. Doet Sam ook trouwens hoor. Jordi ook als hij ruikt dat hij lekker vindt. En denkt. Dan komt hij altijd even kijken. Ik heb zelfs nog iets. Tussen mijn tanden zitten. Maar hij is nou lekker stokbroodje met kruidenboter aan het eten. Terwijl hij ook al een hele tosti op heeft. Hè? Het is lekker, hè? Mooi. Dus, ja. Hè? Lekker ding van me. Ja, dan ben je uit beeld. Dan ben je in beeld. Heet lekker. Ja. Ik ben eten aan het koken. Alvast. Het is 4:05. Dus hè, het kan me klaarstaan. Hij is echt blauw. Kippenworstjes, er wordt daar nog jus bij gemaakt. We eten aardappels. En we eten konijn en voeier. Wortels. Dus dat is wat we eten. Niels is gewoon weer wat later thuis. En ja, kan maar klaar zijn toch? Maar jeetje, het is echt blauw. En pijnlijk ook, maar ja. Hè. We doen het er maar mee. We doen het er maar even mee. Maar het lijkt alsof ik hier zo'n snording heb. Maar ja, ik ga het nog even erger maken. Want ik heb namelijk arnica voor blauwe plekken, et cetera. En bij mij werkt het altijd wel. Dus we gaan het in plaats van blauw, gaan we het groen maken. En het stinkt. Maar ja, hè? Beter een groene snor als een blauwe snor. Dat dus. Vlog afsluiten.
Vergeten. Bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Samen met een blauwe plek.